Gaan beginnen met de webinar Ansible to the Max. Zullen eerst even de agenda doorlopen. We gaan het vandaag hebben over eerst een kleine introductie. Daarna over wat is Ansible? Wanneer gebruiken we Ansible? De verschillen tussen Ansible en Puppet. En de verschillen tussen Ansible en Terraform. Daarna Ansible in de praktijk, hoe ik Ansible in de praktijk bij meerdere opdrachten gebruikt heb. En een stukje over hoe we een automation tool nog verder kunnen automatiseren door middel van het gebruik van Ansible Tower of AWX. En daarna is er nog tijd voor een kleine demo en eventuele vragen. Ik ben Harald van der Laan, consultant bij Brightcubes. Ongeveer 16 jaar ervaring in de IT-complexe IT-systemen, OpenSolaris, Linux, Windows ook. Grote klant gewerkt, onder andere Tele2, Online, Thales, NXP, ASML. Zit nu bij de NPO. En mijn vakgebied is voornamelijk automatisering en security, voornamelijk DevOps. En onze moderator is vandaag Tommy de Jong. Nou, dan wil ik graag beginnen met wat Ansible is. Ansible is een deployment en configuration management tool. Is in 2013 opgestart door Michael de Haan. Ook bekend van Funk, Fedora, Updater is dat. Hij heeft Ansible bedacht met een aantal oogpunten. Moet minimaal zijn, klein, moet makkelijk in gebruik zijn. Moet geen overbodige packages, andere software nodig hebben om te kunnen draaien. Het moet secure zijn bijvoorbeeld. Ansible gebruikt daarom ook de OpenSSH server om connectie te maken. Moet natuurlijk consistent blijven. Dus als iets één keer gedaan is, moet het gedaan zijn en hoeft het daarna nooit meer gedaan te worden. Vooral idempotentie is daar heel belangrijk in. Dat zorgt ervoor, bewijzen van dat je niet twee keer een systeem uitrolt, drie keer dezelfde gebruiker aanmaakt. Daarvoor is het voornamelijk bedacht. Ansible is voornamelijk een automation deployment tool en configuration management tool. Er zitten wel wat verschillen in. Kijk, deployments doen van een server kan met Ansible gedaan worden. Daarmee kan je een baseline opzetten. Dat is eigenlijk eenmalig werk. Daar kan je daarnaast ook configuration management doen. Configuration management zorgt ervoor dat applicaties altijd dezelfde configuratie hebben op dezelfde servers of op andere servers, maar ook altijd gelijk is. Dus je maakt een staat die bekend is en die staat zal het altijd zijn. Ansible is ook gewoon te gebruiken voor niet-servers, dus ook voor applicaties. Denk aan MariaDB. Je zou een MariaDB database kunnen maken aan de hand van Ansible. Ook kunnen beheren. Updates kunnen draaien, backups en restores kunnen maken. Maar het is natuurlijk eerste opzicht gemaakt voor het beheer van servers. Nou, waar kunnen we Ansible allemaal voor gebruiken? Nou ja, meerdere keren aangegeven dat Ansible het gebruik is voor het deployen van servers. Het wordt veel gebruikt in de Linux-wereld, maar ook onder Windows werkt het perfect. Hierbij moet je aan denken installeren van MSI-pakketten, het uitvoeren van PowerShell scripts bijvoorbeeld. Ansible kan ook heel goed gebruikt worden voor applicatiebeheer. Maar ook zijn er een aantal grote cloud providers waarmee gewerkt kunnen worden. Dan moet je denken aan Azure, AWS, Google Cloud Platform, DigitalOcean, VMware.
Maar ook zaken zoals Cisco IOS, Fortinet kunnen gebruikt worden om beheertaken te kunnen uitvoeren of om bijvoorbeeld een router te configureren. Nou, dan wil ik het even hebben over de verschillen tussen Ansible en Puppet. Beide zijn configuration management applicaties. Het grote verschil tussen Ansible en Puppet is: Ansible gebruikt geen server. Ansible kan op elke willekeurige server gebruikt worden, zelfs op een laptop van een ontwikkelaar, waarmee die remote systemen kan beheren. Puppet werkt daarentegen met een client- en server-principe. Dus de server, de Puppet-server, die staat in verbinding met de clients. De clients die kunnen daardoor aangestuurd worden door bijvoorbeeld ook configuration management uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat je configuration management eigenlijk altijd draait. Bij Ansible moet je een commando opgeven om je configuration management te gaan starten. En dat draait niet automatisch. Je zou het kunnen automatiseren door gebruik te maken van Chrome of AT of een andere scheduler, maar zit er niet standaard in. Daarbij is ook het grote verschil tussen Ansible en Puppet is de taal die gebruikt wordt. Ansible gebruikt standaard YAML taal. Standaard Jinja templates die grotendeels geadopteerd zijn door de IT-wereld, waar Puppet zijn eigen taal gebruikt. De Puppet Embedded Language en de templates, waarbij ook Jira wordt gebruikt, wat dan weer YAML is. En die taal is ook, daar zit nog wel eens wat verandering in. In versie 2, Puppet versie 2.7 bijvoorbeeld, wordt een andere taal gebruikt dan in Puppet versie 5. Daar heeft Ansible tot nu toe nog geen last van. En als ze YAML zullen blijven gebruiken, zal daar ook geen problemen voor zijn. Vervolgens heeft Ansible bijvoorbeeld Ansible Vault. Ansible Vault is een applicatie van Ansible die standaard mee wordt geleverd, waarmee je je playbooks, dat zijn taakbeschrijvingen, kan beveiligen, encrypten met een eigen encryptie. Daar wordt een wachtwoord op gezet en dat wordt door Ansible gesnapt. Puppet gebruikt hier encrypted YAML voor. En dat is voornamelijk dan de Jira data, waarbij Ansible eigenlijk alles geencrypt mag worden. Daar kan je zo ver gaan als, ja, de hele, in principe kan je je hele code kan je encrypten en dat kan met Puppet niet. Nou, dan is er ook nog een verschil tussen Ansible en Terraform. Ansible kan bij wijze van spreken gewoon een AWS instance aanmaken, een Google Private Cloud instance aanmaken. En Terraform kan dat ook. Wat zijn nou daarin de grootste verschillen? Ansible wordt meer gezien als platform as a service of platform as a code en software as a service of software as a code. Terwijl Terraform meer infrastructure as a code is. Het grootste verschil daarin is ook dat Terraform immutable is. Dus een Terraform definitie van een omgeving. Op het moment dat ik die nu opstart of morgen opstart of over 2 weken opstart, dan zal die altijd hetzelfde zijn. Ansible daarentegen is mutable. Als ik een AWS instance aanmaak van een bepaald type, dan kan het zijn dat in mijn Ansible code een update versie, een update statement staat. En dan zal dus mijn omgeving over 2 weken daadwerkelijk echt anders zijn dan als ik hem met Terraform had aangemaakt, omdat die update erin zit. En daarom is Ansible mutable. Terraform
Terraform is ook meer infrastructure as a code dan, ja, zit op een lagere laag, een lager niveau. Daar definieer je echt hoe je infrastructuur eruit moet komen te zien. En met Ansible definieer je eigenlijk wat er op die infrastructuur draait, hoe dat eruit moet zien. Dat is voornamelijk het grootste verschil tussen deze twee. Ja, dan wil ik het even hebben over Ansible in praktijk. Ik heb hier een foto bij gezet over hoe dat er nou uitziet als we een Ansible-commando draaien. Hij laat een aantal keren oké zien. Dat wil zeggen dat iets niet is uitgevoerd. Dat klinkt heel raar. Maar Ansible is met de gedachte dat het idempotent is gemaakt. Waardoor ik, als ik een playbook draai, iets wat al uitgevoerd is, dat niet uitgevoerd meer hoeft te worden. Nou ja, dat laat hij hier mooi zien. Ik laat straks hier even een demo over zien. Dan is het wat beter weer te geven hoe dat er dan in het echt uitziet. Hoe ziet een playbook er dan uit? Nou ja, het is YAML. We beginnen heel makkelijk met een declaratie van hosts all bijvoorbeeld. Daar mag ook een hostnaam staan of een ander naampje wat mensen leuk vinden als die uiteindelijk maar gedefinieerd is. En daar hebben we het echt over stappen. Wat moet Ansible gaan doen? Ja, in dit geval doet hij een ander bestand inlezen en gaat hij verder. Zo rek ook met de demo is het duidelijker en zichtbaar wat hij dan echt precies doet. Dan wil ik het hebben over een aantal onderwerpen die ik in mijn verleden gedaan heb. Ik heb voor Logius, dat is een grote partij die voor de Belastingdienst werkt, heb ik geregeld met Ansible dat de firewall regels die zij in Excel sheet aanleverden, goed in de firewall werden gezet. Het gebeurde regelmatig dat mensen kopieer- en plakfouten maakten, zoals wij dat mooi noemen. Maar ja, eigenlijk typten ze het gewoon verkeerd over. Wat consequenties natuurlijk had voor de belastingbetaler. En dat moest geautomatiseerd worden en gedigitaliseerd worden. Daar hebben wij, of tenminste, daar heb ik een playbook voor geschreven die op een bepaalde locatie een Excel-sheet verwachtte. Die las het Excel-sheet in. Daarna vormde die het om naar, in dit geval, IP-tables firewalling. En zet die netjes in de firewall. En waren er geen problemen meer met kopiëren en plakken. Als er een fout was, dan had de eigenaar van het Excel-sheet een fout gemaakt. Dus dan konden zeg maar bijvoorbeeld de supportafdeling niet verantwoordelijk meer gemaakt worden. En er werd een deel werk van de supportafdeling weggehaald, omdat dit een automatisch proces werd. Voor NXP heb ik een ontwikkelplatform gemaakt. Die werkte met ServiceNow. We hadden ontwikkelaars in Bangalore zitten. Die wilden een systeem hebben. Nou, dat systeem dat werd aangevraagd in ServiceNow. Er kwam een hele workflow overheen. Een manager moest hem goedkeuren. En daarna kwam het bij de beheerpartij. Mocht het 28 dagen liggen voordat een VM'tje werd gemaakt. Dat vond NXP niet wenselijk. Die wilden dat nou ja, eigenlijk min of meer automatisch en zo snel mogelijk. We hebben samen met ServiceNow hebben wij een API gemaakt die tegen Ansible Tower kon praten. Dus op het moment dat een ontwikkelaar een systeem aanvroeg en had de goedkeuring van de manager gekregen, dan maakte ServiceNow een API call naar Ansible Tower. Die schoot een playbook af en dat playbook deed in het kort een VMware call, maakte een virtual machine aan, installeerde daar software op en stuurde een mailtje terug naar de ontwikkelaar met hier is jouw werkstation of werkplek, digitale werkplek. En dit zijn jouw inloggegevens. We konden daardoor de doorlooptijd van 28 dagen terugbrengen naar 2 uur, 2,5 uur. Dat was afhankelijk van de grootte en type werkstation dat ze wilden hebben. Voor ASML ben ik bezig geweest met het opzetten van een automatisch beeldprogramma. Dat beeldprogramma dat werkte sequentieel, was één grote batch, duurde 7 dagen. Moest gefragmenteerd worden op het moment dat
ja, ergens in het beeldproces een fout was. En dan ging het helemaal fout en moest het oude beeldproces helemaal opnieuw opgestart worden. Er gebeurde nog wel eens dat op de 7e dag het fout ging en dan was je 7 dagen data kwijt. Daar hebben we een beeldprogramma voor opgesteld met Docker en Ansible. Ansible zorgde voor de installatie van de omgeving en de scaling van de omgeving. Hierdoor kon het beeldproces in een kleine 100-tal stukjes gehakt worden. Waardoor als er iets fout ging, alle voorgaande stappen die goed gegaan waren, opgeslagen waren. En gewoon weer verder kon van het punt af waar we waren gebleven. Dit resulteerde uiteraard ook in dat de doorlooptijd van de beeldprocessen die fout gingen niet 14 dagen duurde, maar vaak 7 uur en of 7 dagen en een klein aantal uren. Op dit moment ben ik bezig voor de NPO. NPO die doet een transitie van een oude omgeving die ooit in 2004 is opgezet. Die willen de omgeving omzetten naar de cloud. Hiervoor gebruiken we Terraform, maar ook Ansible. Ansible doen we de installatie mee en met Terraform doen wij de servers die we nodig hebben in de cloud. Al dan niet OpenShift, containerplatform of fysieke of AWS instances aanmaken. En daar ben ik nu mee bezig om de baseline te maken, zodat eigenlijk elk systeem, in welke cloud we die ook neer gaan zetten, altijd hetzelfde is. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje de praktijk van mij van Ansible op dit moment. Veel mee bezig geweest, al behoorlijk lange tijd. Hij doet het toch wel. Heel vreemd, maar Ansible is een automatiseringstool. Maar die zou je verder kunnen automatiseren. Zoals ik al aangaf, Ansible is serverless. Maak gebruik van SSH om een connectie te maken. En verwacht een initiële input van een gebruiker. Hierdoor is het dus lastig om configuratie altijd hetzelfde te houden. Mensen moeten altijd 1 keer per dag, 1 keer per uur de configuratie identiek gaan houden. Zou je dan elke dag, elk uur in ieder geval 1 keer het commando moeten draaien. Nou, om dit te automatiseren is er Ansible Tower door Ansible gemaakt. Dat is de betaalde versie. En AWX, dat is de open source variant, die is gratis. Daarmee kan je schedules maken wanneer een playbook moet draaien. Dit houdt in bijvoorbeeld als je wekelijkse updates wil doen van een database of backups wil maken van een database. Dan zou je, als je alleen Ansible gebruikt, elke week dat commando moeten draaien. Gebruik je Ansible Tower, maak je daar een schema voor. En dat schema dat zorgt ervoor dat op een bepaalde tijd je playbook gaat draaien. Dan kan je een backup maken, netjes database stilzetten, database backuppen of database dumpen. Files overschrijven naar de juiste locatie voor de backup. Database opstarten, applicaties weer opstarten. Dat zou je dan door Ansible kunnen laten doen automatisch. Heeft dat geen input meer nodig. Het voordeel hiervan ook nog eens is dat je reporting krijgt. Gaat een actie goed? En als een actie fout gaat, wat gaat er dan precies fout? Dat is best wel handig als je Chrome gaat gebruiken of Rundeck gaat gebruiken om Ansible te automatiseren. Dan mis je dit stukje extra informatie. Dan weet je dat het fout gegaan is. Maar je weet niet wat er fout gegaan is. Je weet ook niet waarom het fout gegaan is. Nou, Ansible Tower. Nou, ik heb al wat uitgelegd erover. Kernpunten daarvan zijn voornamelijk. Je hebt je scheduling. Je hebt je reporting. Maar je hebt ook Airbag. Airbag role-based access. Hiervoor kan je bijvoorbeeld zorgen dat een medewerker van de sportafdeling die geen toegang heeft op bepaalde systemen, toch taken die vooraf gedefinieerd zijn, kan uitvoeren met administrative rechten, bewijs van. Je kan een user aanmaken, die zet je dan netjes in een team. En in dat team kan je rechten geven op credentials. Zij kunnen de credentials niet zien, alleen maar gebruiken. Waardoor dus iemand met een bepaalde functie toch
acties uit kan voeren waarvoor vroeger een echte Linux engineer, een echte Windows engineer echt nodig voor was. Dat is in principe dan nu niet meer nodig. Nog een voordeel van het gebruik van Ansible Tower is dat je gedwongen wordt om version control te gaan gebruiken. Ansible Tower en AWX verwachten een GitLab, een GitHub, een eigen Git, een GOGS, Azure DevOps Git. Of hoe heet die ook alweer? Nou ja, Azure DevOps in ieder geval. Verwacht hij dat daar jouw playbooks in staan. Dus als je een playbook aan gaat passen, dan ben je eigenlijk al gedwongen om version controlling te gaan gebruiken. Het voordeel daarvan is, gaat er een keer iets fout, kan je altijd terug naar een vorige functie. Vorige versie. En dan wil ik even een kleine demo geven nu van Ansible. Even kijken hoor. Ik ga even een aantal servertjes opspinnen. Zie je me niet? Zie je het scherm niet? Even kijken. Het gaat iets niet helemaal goed met het delen. Ik moet even zo. Als het goed is, moet het nu wel weer zichtbaar zijn. Ik ga even een aantal servers maken. Eens kijken of ze al niet stiekem al aan het draaien. Oké, dat is nog niet gemaakt, dat is goed. Ik gebruik Vagrant hiervoor. Dat is ook van HashiCorp, waar Terraform ook van is. Het is makkelijk om snel een ontwikkelomgeving op te maken. Ik geef even een extra parameter mee. Dit duurt ongeveer 2 minuutjes. Niet al te lang, gelukkig. Hij is nu bezig met het maken van de eerste server. En hij gaat nu bezig met het maken van de tweede server. Die is ook klaar. En nu heb ik 2 servers waar ik eigenlijk nog helemaal niks mee kan, want ik kan niet eens inloggen op ze. VSD001. Mijn public key, alles en zo staat er nog niet op. Het is handig om dat wel te kunnen. Daar gebruiken we Ansible voor. In dit geval heeft Vagrant zelf Ansible erin zitten. Dan laat ik zo even zien wat hij dan echt doet. Provision. Geef Vagrant Provision mee. Eigenlijk wat hij onderhuids doet, geeft Ansible commando dat hij een bepaald playbook moet draaien. En die laat ik zo zien. En die doet een aantal dingen voor me. Die maakt een aantal gebruikers aan. Zet de keys goed. Dit is voornamelijk op Linux systeem.
Zorgt ervoor dat ik in kan loggen en dat ik administer root privileges krijg. Als ik nu in wil loggen, kan ik inloggen. En werkt het. Maar hoe ziet dat er nou uit? Als ik Ansible commando opgeef, en ik ga nu hetzelfde commando geven wat het vorige commando ook deed, alleen nu doe ik het even met het handje. Dit is het commando Ansible min playbook site.yaml, wat Vagrant ook uitvoerde. Dus dat nu met de hand uitvoer. Dan zou alles groen moeten zijn. Er kan er eentje geel zijn. Nou, is toch alles is groen. Dat betekent dat alles wat hij eenmalig heeft uitgevoerd, nu dat niet heeft gedaan. Dat is ook wel te zien aan de tijd. De tijd is een stuk sneller. Dus we gaan kijken naar de vorige tijd. Staat die hier zo. Dan zal je zien dat hij ongeveer, hij deed hier 11 seconden over. En hier deed hij 7 seconden over. Hij moet wel controleren of nog steeds iets wel of niet is uitgevoerd. Dus denk ik makkelijk om even zo te doen. Nou ja, wat is een playbook? Dit is een playbook. Heel simpel. Ik liet hem net al ook als voorbeeld zien. Deze is nog simpeler. Dit is de site. Site wil zeggen, alle systemen. Het is geen regel, maar Ansible gebruikt het wel zo. Alles wat op alle systemen gedaan moet worden, zet in de site.yaml. Nou, in site.yaml heb ik aangegeven van, nou ja, voer maar bootstrap.yaml uit. En bootstrap.yaml voor mij zorgt ervoor dat mijn users worden aangemaakt, de keys erop worden gezet, sudo vals goed worden gezet. En nog een paar kleine aanpassingen. Zo. Dat gaat niet werken. Dikke vingers. Nou, bootstrap.yaml, dat is een iets groter bestand. Netjes informatie in dit geval erin gezet. Maar het is ja heel decoratief hoe het uitgevoerd wordt. We beginnen met laat een variabele bestand. Vervolgens ga nieuwe gebruikers aanmaken. Hier maken we ook al gebruik van variabelen. Hierdoor hoef je niet gebruikersspecifieke informatie in je playbook te zetten. Ik zal zo laten zien hoe zo'n variabele bestand eruit ziet. Ook YAML, bijna hetzelfde. Het doet een aantal stappen, zet de key neer, zet de emmer, verwijdert, omdat we Ubuntu gebruiken, in dit geval omdat de testomgeving is, verwijdert hij de Dynamic MOTD. Dat is altijd heel vervelend, dan zegt hij, je hebt updates of die is voor het laatst ingelogd, en dan maken we de eigen MOTD van. Dat kan in principe alles zijn. Nou, hier laat ik even zien hoe die gebruikers dan opzoekt. Ik laat in het begin van mijn vorige playbook laadde ik een bestand in. Dat is dit bestand. Hier heb ik maak ik een variabele user. En in die user geef ik een aantal parameters mee. Username, hoe heet die user? Wat is zijn home directory? Welke shell moet hij gebruiken? Mag hij sudo wel of niet gebruiken? Dit mag je allemaal zelf bepalen. Kan je allemaal later teruggebruiken als variabelen in je playbook. Maar om een voorbeeld te geven. We geven hier de state mee present. Dat wil zeggen dat die moet bestaan. En als ik daar dus nu absent van maak. En we draaien het nog een keer. Dan gaat hij iets doen op twee verschillende servers. En daarna gaat hij dingen overslaan. Omdat die server verwijderd is. Dus de key hoeft niet meer op het systeem te staan. Sudo regels mogen weggehaald worden. In dit geval laten we de home directory wel bestaan.
Het is altijd de vraag, als je een user weggooit, gooi je een home directory weg, ja of nee? Wil je hem nog eerst backuppen? In dit geval heb ik ervoor gekozen om alleen de user weg te gooien. Staat hij weer var. En als ik toch wil hebben dat hij weer bestaat. Maken we er gewoon weer present van. Dus dat hij aanwezig moet zijn. En als we dan Ansible nog een keer draaien. Dan zal je zien dat hij gewoon netjes weer de user aanmaakt. En nu de keys niet neerzet, want de home directory bestond nog. En daar stonden zijn keys nog in. Dit is Ansible. Zoals je ziet, alles wat ik doe zit in playbooks. Hoeft niet. Maar kan wel. Het is wel het makkelijkste. Je zou bijvoorbeeld ook Ansible. Als ik gewoon Ansible opgeef en ik zet erachter de servernaam. In dit geval is dat VSD0. Let niet op de hostname. En ik geef hier een -a argument parameter mee. En ik wil zeggen van, nou ja, wat wil ik weten? Linux commando. Onder welke user voert hij dit uit? Dus Linux commando's ID. Kan ik ook op enter drukken. En dan geeft hij dat ook weer. Hierdoor kan je heel makkelijk, heel snel, ad hoc dingen opvragen. Kan bijvoorbeeld een cluster hebben, 20 servers en je wil weten wat de uptime van alle 20 servers is. Nou ja, dat is één keer dit commando. Dan zetten we hier bijvoorbeeld de uptime neer. Of een firewall regel die bestaat, of een MariaDB draait, of dingen in Splunk staan. Eigenlijk kan je hier alles van maken, hoe gek je het ook maakt. Ik kan zelfs zeggen, alleen min m, geef ik een module mee, apt bijvoorbeeld, en dan min a argument, upgrade.yes. Dit zorgt ervoor dat het systeem bijvoorbeeld gaat upgraden. Ja, dat zou vast kunnen in dit geval. Want het is een wat ouder systeem. Maar ook daar kan je een playbook voor maken. Want nu draai ik het op één systeem. Maar voor bijvoorbeeld wekelijkse patchen. Volgens mij heb ik een. Daar heb ik een upgrade voor. Bijvoorbeeld voor weekly patching. Heel simpel. Dit zou. Het is misschien heel kort door de bocht, maar dit zal in principe al voldoende kunnen zijn. Hij doet een update van de repository en daarna doet hij een upgrade van het systeem. Tegenwoordig hoef je met de nieuwe kernels niet meer te herstarten. Dus dat is het voordeel, dus dat hele herstartriedeltje kan er dan uit. En dit zou je kunnen draaien. Dan laten we dat even draaien, dit duurt iets langer, maar dan kunnen we even naar Ansible Tower toe gaan. Even kijken, Ansible mijn playbook. Update. Hop. Nou, hij gaat in ieder geval wat doen nu. Hij gaat nu zijn apt repository updaten en daarna gaat hij updates draaien. Maar we hebben ook Ansible Tower. Ansible Tower is eigenlijk niks meer of minder dan een web frontend die tegen Ansible praat. Ik kan niet zeggen dat mijn wachtwoorden niet veilig zijn. Ja. Zelfs zo veilig dat ik hem niet goed kan typen. Maar uiteindelijk komen we er gewoon in. Nou, dit is Ansible Tower. Hoofdpagina is meteen een van de belangrijkste pagina's. Dit is toevallig Ansible Tower die ik zelf draai. Heb ik twee systemen. Twee systemen in staan die als server fungeren en vier systemen die voor hobby zijn. Dat zijn Raspberry Pi's. Zo kun je zien dat je in principe ook Raspberry Pi's gewoon met Ansible kan managen. En hierin kun je ook zien dat dingen goed en fout gaan. Soms is het ook handig als dingen fout gaan om te weten waar het fout door gaat. Dat is het reporting stukje. Nou, dit laat al één grafiek zien van, nou ja, er zijn dingen fout gegaan. Gelukkig gaat bij mij ook niet altijd alles goed. Zou niet goed zijn.
Maar als ik naar jobs toe ga, zou ik bijvoorbeeld hier, dit is de eerste fout. Ik heb hem al bekeken, is niet zo spannend. Hier hebben we de tweede fout. En dan krijg ik ook, net zoals net, op de command line te zien. Ziet precies hetzelfde uit. Ander kleurtje alleen. Maar dan gaan dingen goed en gaan dingen fout. Nou ja, wat gaat er dan fout? Dan kunnen we deze kunnen we bijvoorbeeld zien. Een beetje beter te zien zo. Nou, in dit geval ging het erom dat. Dit was niet de goede. In dit geval ging het erom dat een van de servers niet bereikbaar was. Of tenminste, Ansible kon niet inloggen op een van de systemen. Het was het remote systeem. Ik heb Ansible Tower. Kan je op een server laten draaien. Maar kan je ook in containers laten draaien. Nou, AWX draait alleen maar in containers. Dit is trouwens AWX. Dat is de gratis versie. Het wil nog wel eens zijn dat een container niet altijd even makkelijk connectie kan maken naar een systeem wat echt buiten zijn serveromgeving is. In dit geval gaat er iets fout met een VPS server van me. Gebeurt heel soms, maar over het algemeen gaat het allemaal goed. Zoals vanmiddag heb ik voor de test updates gedraaid. Zoals je ziet. Updates, als die changed zijn, zijn de updates geïnstalleerd. Als hij oké had gestaan, dan heeft hij niks geïnstalleerd. Dan is het soms ook wel fijn om te weten, wat heeft hij dan geïnstalleerd? Nou ja, dat kan je dus ook bij de output gewoon zien. Er waren een aantal Python pakketten in dit geval. Het hele update proces kan ik gewoon bekijken. Als ik op de server had gezeten en ik had het commando sudo apt-get update een upgrade gedaan, dan was dit ook de output geweest die de server mij had gegeven. En nu wordt het opgeslagen, kan het zien dat het werkt. Dat heeft gewoon zijn voordelen. En dan scheduling. Hier hebben we de schedules. Nou, de eerste zijn een aantal standaard schedules die worden gemaakt om AWS up-to-date te houden. Eens in de zoveel tijd doet hij een git pool van de git repository waar al alle playbooks gaan staan. En ik heb twee schedules gemaakt. Een daily backup. Of een daily om 11 uur. En een weekly om 12:30. Heel kort. Mijn productieservers die worden elke dag geüpdate. Mijn Raspberry is één keer in de week. Dat is meer omdat de Raspberry's gewoon niet zo niet fijn vinden om heel veel schrijfacties op een SD-kaartje te doen. Dus dat is pure technische overwegingen. Maar zo kan je zien dat je dus verschillende schedules kan maken en AWX regelt alles verder voor je. eens even kijken, dan zullen we even een job opstarten. Hij is al goed gegaan, maar laat hem gewoon nog een keer zien. Het nadeel van AWX is dat hij standaard niks laat zien. Heel vreemd, is een bug. Als ik nu naar de nieuwe job ga die draait, dan krijg ik wel output te zien. Nou, in dit geval is die uitgevoerd. Dit waren de updates van dezelfde twee servers. Nu staan ze oké, omdat vanmiddag de updates al gedraaid zijn. Dat is kort door de bocht. Ansible Tower. Misschien ook handig om te laten zien. Daar kan ik denk ik ook nog wel bij. Mijn eigen gitserver. En daar laten we dan de Ansible tree in zien. Ik hoop dat die goed was. Hier hebben we een volledige Ansible tree. Hoe Ansible het eigenlijk wil hebben, hoe je het neerzet. We hebben een site.yaml, net de readme erbij gezet. We hebben een directory playbooks. Nou, hier heb ik een aantal playbooks in staan. Welke is leuk? Staat er maar één in. Update.yaml, deze zorgt ervoor dus dat mijn server gedaan wordt. Hier werk ik netjes met rollen. Net liet ik gewoon een playbook zien die een playbook laden. Dit playbook start een rol. Die rol die staat. Uiteraard onder rollen. Waar sta je?
Hier heb je een aantal rollen. Misschien iets groter maken dat het duidelijk voor iedereen is. Nou, weekly updates. En dat ding heeft eigenlijk alleen maar een taak. En in de taak hebben we deze is gemaakt voor verschillende OS'en. Hij zou standaard de main.yaml starten. Nou, die vraagt aan de hand van een variabele die Ansible heeft. Op het moment dat je Ansible commando runt, zal die eerst een aantal variabelen van een systeem op gaan vragen. In dit geval gaat hij de OS-distributie opvragen. Aan de hand van de OS-distributie gaat hij dus dan een playbook draaien. Dus ik heb één actie en afhankelijk van welke OS het is, zal die een bepaald bestand kiezen. En dan pakken we in dit geval pakken we gewoon even Debian. Raspbian, Debian, Ubuntu, die gebruiken allemaal Debian als core. En wat doe je dan? Nou ja, ik doe eigenlijk hetzelfde wat ik net liet zien. Ik doe de repository updaten en daarna doe ik upgrade. En hier verwijder ik dan ook nog als extra optie oude kernels. Dus auto-remove. Dit wordt allemaal in Ansible Tower geladen. Dus ja, Ansible Tower kan niet meer omgaan. Deze Ansible tree heb ik, kan ik ook lokaal gebruiken. Dus de codes die ik voor Ansible Tower maak of voor Ansible zelf zijn identiek. Kan een beetje een verschil in zitten als je gebruik maakt van credentials. Ik weet niet of ik die hier nog zo kan laten zien. Nee, die heb ik hier niet in zitten. Je kan per systeem ook zeggen van, nou ja, je moet inloggen. Ansible moet inloggen met user A en paswoord B. Natuurlijk encrypten we dat. Maar als Ansible Tower of AWX gebruiken, dan hoeft dat niet. Want daar heeft Ansible zelf een stukje credentials voor. Even kijken waar die zit. Daar. En hier kan ik gewoon een aantal credentials opgeven. Dus ik heb Ansible Galaxy credentials. Dat is voor community Ansible rollen. Dan heb ik credentials voor mijn Git repository. En credentials voor de rest van mijn server park. En als ik bijvoorbeeld Tommy de moderator hier toegang toegeef. En ik geef hem geen rechten tot de credentials van Bracados. Dan mag hij ook en kan hij ook geen enkel playbook uitvoeren die daarvoor gemaakt is of die daar gebruik van maakt. Dus daardoor kan ik heel makkelijk, heel veilig maken of mensen wel of niet bij bepaalde playbooks of wel of niet bepaalde acties mogen uitvoeren. En dan moet je dus... Mensen zeggen dat ze jou niet meer horen. Niet meer? Nog een keer mute en unmute. Even kijken in Teams of het goed staat. De oude device. Ik sta gewoon op. Ja, ik zie het ook niet hoor, technisch in deze kamer. Ja. Nog steeds niet te horen? Van het ene op het andere moment. Dus het is heel raar. Kun je even daar klikken? En dan is je device thing verleden. Moet ik hier. Puntjes, ja, die is. En dan apparaat instellen. Nu doet hij het wel. Ja. Als ik hem al... Ik denk dat deze moet. Hopelijk is het zo nu wel te horen. Oké. Okay. Ik weet niet wat mensen niet gehoord hebben. Nou, dan gaan we gewoon nog verder met de credentials. Nou ja, dit zorgt er in principe gewoon voor dat als ik een user aanmaak en bijvoorbeeld geen rechten geef tot de onderste, dat ze ook de playbooks niet meer kunnen uitvoeren omdat ze niet bij die credentials kunnen komen. Dus er kan niet ingelogd worden. Hiermee zorg je er dus voor dat bijvoorbeeld iemand van een service desk
een backup van de Maria database kan maken, een firewall change kan uitvoeren, zonder dat ze op de server hoeven te komen, zonder dat ze wachtwoorden hoeven te weten. En je kan het gewoon heel makkelijk automatiseren. Mensen krijgen gewoon deze pagina voor zich. Hier kunnen ze een aantal dingen mee doen. Wil ik een weekly update draaien? Nou ja, klik ik hier op een van deze mooie raketjes. En dan voer ik een playbook uit die dus Maria database backup maakt of een restore doet of met alle taken die daarin zit. En dat is de essentie van Enspot Tower en AWX. Hiermee kan je je playbooks automatiseren, dus dat je weekly backup kan doen, wat je met Puppet standaard ook kan. En dat was het. Eigenlijk wel. Deze weer even delen. Hop. Nu wil je hem niet meer. Delay stoppen. Hé, geen zin meer in. Nou, nu wel. Dat is de presentatie. Hop. En zo zie je maar de techniek faalt vandaag. Nou, zoals ik net al had laten zien, een voorbeeldje van Enspot Tower, die heb ik in de demo laten zien. En dan komen we bij de vragen. Oké. Er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen. Even kijken, de eerste vraag, die is van, de eerste vraag die we hebben, hoe zit het met het verschil tussen Ansible en SaltStack? Met SaltStack zelf heb ik zeer weinig ervaring. Ik weet wel dat SaltStack met, volgens mij met minions en zo werkte. Maar die gebruikt ook een client. Maar verder moet ik daar, antwoord op geven. Nee, ja, SaltStack bijna nooit mee gewerkt. Ooit een tijdje geleden. Voornamelijk is mijn werk met Puppet en met Enspot geweest. Dus sorry. Oké. Dan de volgende vraag. Wat zijn situaties waar je verwacht dat Ansible goed werkt, maar waar je dit juist niet in moet zetten? Het mooiste zou natuurlijk zijn dat we het overal kunnen gebruiken. Er zijn wel situaties te bedenken waarvoor ik voor Puppet zou gaan. Dat is dan meer te maken met echt als je in bankiersomgevingen zit. Ik heb zelf ook voor de Rabobank gezeten. Daar gebruikten we Ansible alleen maar voor updaten. Maar configuration management, verder ging daar met Puppet. Dat had voornamelijk te maken met tijdkritische applicaties die draaiden, die op bepaalde momenten wel en niet gestart mochten worden. En daar waar we de afhankelijkheden van hadden dat Puppet daar beter mee om kon gaan dan Ansible. Maar in de meeste gevallen kom je daar wel mee weg met Ansible, maar als je bijvoorbeeld echt real-time data aan het verwerken bent, dan zou ik Ansible niet gebruiken omdat je toch over SSH gaat, dubbele encrypties, je hebt gewoon wat verlies qua tijd. Dan werkt een client-server model gewoon net iets beter. Oké.
Zou er een situatie mogelijk zijn waarin je Terraform en Ansible en misschien ook wel Puppet of SaltStack wel combineert? Ja, zeker. Dat is de ideale situatie. Dat is in een utopie. Maar op het moment dat jij geen last hebt van legacy, je mag een hele nieuwe omgeving opzetten, alles spik en span. Dan is dat het moment om een combinatie ervan te gebruiken. Ik heb op meerdere plaatsen met Ansible en Puppet tegelijkertijd gewerkt. Ansible Baseline, Puppet Configuration Management. Maar bijvoorbeeld als je bent nu bezig voor de NPO, Terraform, en in dit geval wordt dat een hele nieuwe omgeving. We maken een baseline met Ansible, maar configuration management hebben wij nog niet bepaald. En dat wordt waarschijnlijk of Puppet of een andere configuration management tool. Die wel server-client principe heeft. Het is natuurlijk ook een kostenplaatje. Puppet Enterprise kost geld. Maar als je Ansible automatiseren met Ansible Tower kost ook geld. En dan gaat het echt afhankelijk worden van hoeveel nodes er gebruikt gaan worden. En dan zou je daar een hele kostenbaatanalyse op moeten loslaten. Maar in een utopie, in een ideale omgeving waar niks oud is en alles nieuw is, is zeker de beste plek om Terraform, Ansible en Puppet tegelijkertijd te gebruiken. Oké. Dan kan ik Ansible ook gebruiken voor het testen van mijn software of voor het uitrollen van de omgeving om de software op te testen of het onderhouden van databases en dat soort dingen? In principe als jij een testplan hebt voor je software, zou je dat testplan ook met Ansible kunnen gebruiken. Ik heb in het verleden wel eens met Python programmering gedaan en dan gebruik je PyTest voor. PyTest commando's kan ik gewoon netjes met Ansible aftrappen. En daar komt een waarde uit. Er komt een 1 uit als het fout gaat, een 0 als het goed gaat. En dat kan Ansible afvangen, waardoor die bijvoorbeeld moet stoppen met een beeldproces of door kan gaan met een beeldproces. Dat is voornamelijk voor het maken van software. Het beheren van software kan ook al een aantal keren aangegeven. MariaDB databases zou je gewoon kunnen beheren. Zo backups kunnen maken. Geldt ook voor PostgreSQL. Er zijn heel veel built-in modules in Ansible voor applicaties. Bij de Rabobank heb ik zelf met Ansible en Splunk gewerkt. Dus wij maakten een... We deden een wekelijks backup en als een backup slaagde of faalde, al die gegevens werden in Splunk gedaan. Zodat teams van de server teams gewoon konden kijken of het goed ging. Dus er zijn genoeg manieren te vinden en applicaties te gebruiken samen met Ansible. Dus het is niet alleen hardware, maar software kan ook heel goed. In het werkveld kom je vaak nog wel eens INI-files tegen in plaats van YAML-files. Wanneer zou je een INI-file gebruiken over een YAML-file en zijn INI-files legacy file types? Ze zijn niet helemaal legacy. Over het algemeen voor je playbooks zou ik YAML gebruiken. Ik heb gelezen dat ze bij Ansible 4, dus dat is over 2 iteraties, dat deprecated gaat worden. Behalve voor je inventory file. Je inventory file mag je nog wel als INI houden en zou ook als INI blijven. Maar die mag ook als JSON of als YAML gedaan worden. Maar ik zou persoonlijk, en dat is ook de best practice van Ansible, voor je playbooks, je rollen en je variabelen YAML files gebruiken. En voor je inventory INI of anders een dynamic inventory. Dus een Python script of een CGI script. Het is zo duidelijk dat je hiermee ontzettend snel en flexibel je infrastructuur kan uitrollen. Maar hoe integreer je dat dan vervolgens in je monitoring systemen of platformvisualisaties? Platformvisualisaties of zo. als bijvoorbeeld voorbeeld VMware pak. Ook hier heeft Ansible heel veel modules voor.
die dat soort dingen ook automatisch voor je kunnen. Maar ook monitoring, Nagios, Savix, eigenlijk heel veel verschillende systemen kunnen gebruikt worden daarvoor. Als het iets fout gaat, dat hij een Nagios trigger doet. Hij kan ook met Slack bijvoorbeeld messengen, met Telegram zou hij kunnen messengen. Hij kan er ook voor zorgen dat servers die je uitrolt in monitoring genomen worden. Dus ja, en vooral als je Ansible Tower gebruikt. Ansible Tower heeft standaard een messaging of een reporting optie. Waar je in die mail kan sturen, een trigger kan doen naar een webhoek of een programma. Dus als je handig bent met Python, dan zou je heel snel een Python scriptje kunnen maken die een Telegram berichtje naar je toe stuurt omdat er een update fout gegaan is. Een vraag van Stan, hoe kun je Ansible schaalbaar even inzetten bij een groot aantal hosts? Zijn er trucjes zoals playbooks parallel draaien? Ja, heb ik natuurlijk niet aangegeven, maar standaard wordt Ansible werkt standaard eigenlijk serieel. Dus hij doet taak voor taak en dan doet hij parallel het stukje over een aantal servers. Dat kan je aanpassen. Standaard is het 5 of 10. Maar je kan Ansible in de Ansible.config aanpassen dat hij parallelized gaat werken. Dan doet hij echt parallelized. En dan als één server sneller is, dan zal die ook eerder klaar zijn. Nu wacht zeg maar elke taak totdat ze alle servers klaar zijn naar de volgende taak. Doe je parallelized dan, of parallelisatie. Dan zal je zien dat sommige taken op sommige servers eerder klaar zijn dan andere. En dan kan je ook. Het heeft een naam. Dan kan je ook rolling upgrades uitvoeren. Dan kan je een groepje van 10 servers pakken. Op het moment dat de laatste klaar is, standaard, zou die doorgaan met de volgende 10 servers. Als je parallelisatie aanzet, dan blijft die gewoon doorgaan. Tenzij er eentje fout gaat, dan zal die netjes stoppen. Want als een upgrade fout gaat of een playbook fout gaat, dan wil je dat die eigenlijk gewoon altijd voor alles stopt. Maar ja, het is schaalbaar te parallelliseren. En Ansible Tower, dat is dan ook wel goed te vermelden. Ansible Tower zelf zou je geclusterd kunnen draaien. Waardoor je dus workload kan verdelen over de Ansible Tower nodes. Dus niet dat je een node hebt die 1000 systemen tegelijkertijd gaat connecten. Dat gaat op den duur ook problemen geven, want je zit met je TCP-stack en SSH-connecties hoeveel je mag hebben. En dan is het soms handig om Ansible Tower te hebben en dan 200 nodes per server uit te rollen. De max op dit moment van Ansible Tower is volgens mij, of het is geen max, maar het wordt aangeraden niet meer dan 1000 nodes te managen met één Ansible Tower of AWX node. En daarna zou je dus workload nodes moeten gaan maken. Okay. Nou, dan hebben we nog één laatste vraag. Die is best wel vaak teruggekomen. Dus ik ga hem een beetje bij elkaar clusteren. Het is eigenlijk het komt op neer dat mensen benieuwd zijn naar een beetje de toekomst van Ansible. Het is natuurlijk al een tool die al lang meedraait, is ook al heel lang gaat mee met alle ontwikkelingen. Ja. Config management is natuurlijk, ja, lijkt altijd een beetje oldschool misschien wel. Ja. En ja, je kunt natuurlijk met alle invloeden die met cloud binnenkomen, met containers, met Kubernetes. Hoe denk jij dat Ansible ervoor gaat zorgen dat ze nog relevant blijven, dat ze over 5 jaar nog bestaan? En wat denk jij dat een cloud of infrastructure professional zeker moet weten of leren om daar bij relevant te blijven? Ja, wat je voornamelijk nu ziet in de ontwikkelversies van Ansible, dus de aankomende versies, is voornamelijk dat die meer gericht wordt op cloud. De modules van AWS worden uitgebreid, de modules van Google Private Cloud worden uitgebreid, de OpenShift. Ja, het is natuurlijk een beetje flauw. Red Hat is ook eigenaar van OpenShift en Ansible. Dus ja, die kant gaat het wel op. Kubernetes wordt door Google nog best wel veel gedaan en actief ontwikkeld in het open source stuk van Ansible.
Maar je ziet dat daar steeds meer nieuwe, betere modules voor komen die veel meer gericht zijn op de toekomst. En het oude bare metal verhaal en het oude VMware server verhaal wordt steeds minder. Het is namelijk heel makkelijk om met Ansible ook een container in Docker te starten of een pod te maken in Kubernetes met Ansible of OpenShift of een AWS instance te maken. Dat kon na een jaar of twee een stuk moeilijker, maar het kan wel. Maar ik persoonlijk denk ik niet dat dat de toekomst heeft, want ja, daar hebben we Terraform voor. Ja. Terraform is meer de Terraform is gewoon infrastructure as a code, infrastructure as a service en Ansible is meer platform. Het is het ouderwetse architectuur ontwikkelen, welke server moet ik hebben, hoeveel memory. Dat doet Terraform. De Ansible is zeg maar degene die hem installeert, die een OS'je opzet en een softwarepakketje installeert. En dan bijhoudt. Dat gaat toch wel meer richting het aanmaken van pods, het verwijderen van pods, het managen van pods of containers. Daar zal het meer naartoe gaan en daar zullen steeds meer modules voor gaan komen. Ja, want eigenlijk is Ansible natuurlijk heel procedureel ingericht. Ja. Terwijl juist Kubernetes is juist vanuit desired state, heel erg imperatief. Ja. Dus hoe kan dat dan in elkaar klikken, om het zo maar te zeggen? Is het dan nog, dat is een beetje de vraag denk ik, die mensen stellen. Ja, Het dan nog relevant? Of het echt relevant blijft, dat is lastig te bepalen. Voor nu nog wel, en zeker voor legacy wat er allemaal nog draait. Maar wat je ziet, inderdaad, een pod is al voorgedefinieerd en daar gaat in principe alleen nog maar voor een applicatieserver, bewijzen van. Gaat alleen maar de applicatiedata gaat erin en die pod of die container, dat is gewoon je PHP-applicatie of je. Noem maar op. Dat wordt wel lastiger. Je zou Ansible kunnen gebruiken voor het beeldproces van de containers. Dus het gaan inzetten om je CI/CD in te regelen voor het maken van een container image. Van begin tot einde van stap A ontwikkelen tot stap Z. Het pushen naar productie van je image. Daar zou je Ansible ook heel goed voor kunnen gebruiken. En dan maak je ga je het wel toekomstgericht inzetten. Dat is mijn mening. Dat is denk ik een mooie afsluiting. Dat waren de vragen. Dankjewel voor het leuke webinar.